Wat is er gebeurd? Een hoop mensen vragen zich dit af en vooral ik vraag mijzelf af, wat is er in vredesnaam gebeurd? Er is iets gekomen op het internet wat zoveel mensen heeft doen shocken tot de dag van nu. Eigenlijk tot een minuut van nu. Ja, jullie weten het. Jullie hebben het gezien aan de titel Rollercoaster Tycoon World. Ik wil even iets aan jullie melden, want het is heel belangrijk. Rollercoaster Tycoon begon natuurlijk met die mysterieuze trailer. Die trailer waarvan we niks wisten wat ermee ging gebeuren. Wat het inhield. Of het in-game was. Of dat het gepre-rendered was. Of we wisten het allemaal niet zeker. We konden wel zien dat er een reuzenrad was als we het beeld stilzetten op een bepaalde minuut. En we konden een soort van artwork idee of inderdaad dat pre-render idee konden we zien. Zoals mensen gingen heel de foto uitpluizen van wat zou nou het vakje worden en hoe zou dit nou in elkaar steken. Zouden we eindelijk schuin kunnen bouwen? Toen daarna kwam natuurlijk die verschrikkelijk leuke designs van de artwork. Dus waar we heel erg creatief zagen hoe eigenlijk Rollercoaster Tycoon 3, de custom scenery van Shy Guy, werd gecombineerd met een aantal leuke gethematiseerde gebouwen. Op een gegeven moment kwam de trailer uit van Rollercoaster Tycoon World en die heeft de wereld doen shocken waar ik het aan het begin van de video over had. Op deze foto zien jullie bijvoorbeeld het levende bewijs van een foto uit Rollercoaster 3, een spel dat al bijna, of eigenlijk uit 2004 stamt. Dat is gewoon meer dan 10 jaar geleden. En dat het gewoon er zo verschrikkelijk uitziet. Het is lelijk, het is vreselijk. Maar er klopt iets niet. Er zijn een hoop foto's en er worden steeds meer foto's toegevoegd van Rollercoaster World. En die komen gewoon niet overeen met de trailer. Je kan alles zeggen, je kan alles vinden. Maar volgens mij is het een feit dat de trailer 10 keer verschrikkelijker en lelijker eruit ziet als de foto's die we zien. En de foto's hebben dan heel erg veel van Rollercoaster Tycoon 3. Maar dan in een beter jasje, denk ik. Er is een hoop gedoe op internet. Heel veel mensen tekenen voor van wij willen dat jullie Rollercoaster Tycoon opnieuw gaan maken. Want net als Rollercoaster Tycoon 4 die is uitgekomen op de mobiel, was het ook niet echt een van de beste games waarvan iedereen had gehoopt dat het een goede game werd. Ik heb me laten weten, ik heb ook gelezen dat de trailer de beelden zijn van vorig jaar. Dat het eigenlijk helemaal niet de echte beelden zijn in game. Dan lijkt het me heel grappig als Atari een troll geeft, dat de game er eigenlijk zo heeft uitgezien, maar dat het nu nog mooier wordt. Dat zou ik heel raar vinden, maar als de game zo zou uitkomen met zulke graphics voor 2015, dan ja, ik weet zeker dat ik hem ga halen. Daar niet van. Ik ga ook gameplay doen. Maar ik zal zeker weten veel meer Rollercoaster Tycoon 3 gaan spelen dan deze nieuwe world. Ja, ik wil heel graag jullie mening horen. Want er klopt gewoon iets niet. Er klopt iets niet met die trailer en die foto's die uitkomen. Laat het weten in de comments. En dan zie ik je volgende keer terug met een nieuwe Rollercoaster Tycoon World video. Doei doei!